Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 24 januari, denk ik. En vandaag is best wel een drukke dag voor mij. Het is namelijk zo dat ik zometeen om 10 uur eerst even naar de sportschool ga voor een les Fight X. Daarna ga ik gelijk door naar huis. Dan moet ik heel snel douchen en aankleden. En dan ga ik door naar de stad om daar te lunchen met een vriendinnetje van mij. En vanaf die lunchafspraak ga ik gelijk naar Ariane Inde, wat een schoonheidsspecialiste is, omdat ik daar nog een gezichtsbehandeling krijg. Ik heb nu in ieder geval vast mijn sportkleding onder mijn ochtendjas aangetrokken. Maar omdat het zo'n hemdtruitje is, is dat een beetje koud. Dus vandaar dat ik mijn ochtendjas nog even aanhoud. En ja, wat ga ik nog meer doen? Ik ga nu eerst even mijn kleding nog uitzoeken, zodat ik straks... als ik thuis kom gelijk kan douchen en zo mijn kleren aan kan trekken, dat ik daar niet over hoef na te denken. En daarna ga ik eten en me klaarmaken om weg te gaan. Oh ja, ik deed net trouwens het gordijn open. En het eerste wat ik zag was dat het gigantisch aan het sneeuwen is buiten. Ik zal eens kijken of ik het aan jullie kan laten zien. Ik zag net ook al een kat daar wegrennen. Maar alles zit onder het sneeuw. En ja, wat kan ik erover zeggen? Ik vind sneeuw een heel mooi gezicht, maar ik heb er verder niet zo heel veel mee. Gewoon omdat het lastig is om er doorheen te komen. Ik ben niet zo goed met autorijden in de sneeuw. En ja, ik moet straks met de bus naar de stad. De bussen hebben altijd vertraging als er sneeuw ligt. Is altijd een gedoe. Dus ja, ik ben er geen groot fan van, maar ik vind het in ieder geval wel mooi om te zien. Vooral als het zoals nu dan op de straat ligt. En er nog helemaal niemand doorheen gelopen is. Dan is het wel echt super mooi. Nou, we zijn net terug van sporten. En het was weer super lekker. Maar nu moet ik echt gaan haasten om naar de bushalte te gaan. Zodat ik de bus naar de stad kan pakken. En dan ga ik lekker lunchen met een vriendin. En daarna een gezichtsbehandeling laten doen. Nou, ik ben net terug van de stad. Ik heb heerlijk geluncht met mijn vriendinnetje samen. Ik heb gekozen voor een tosti met brie en serrano ham. Daarbij dronk ik eerst een glaasje water. En daarna heb ik nog een heerlijke kop warme chocomelk met slagroom genomen. En toen was het tijd om naar Ariane Inde te gaan, naar de schoonheidsspecialist. Daar heb ik echt een heerlijke behandeling gehad. Eentje die ik zeker vaker ga doen. Het was namelijk zo, je wordt eerst je gezicht wordt helemaal gereinigd. Vervolgens krijg je nog een heerlijke scrub eroverheen, dat die echt goed diepte gereinigd is. En daarna krijg je nog een massage, wat echt goddelijk is. Om vervolgens ook nog een mooie make-up te krijgen die jullie hier kunnen zien. En daarna was de behandeling klaar. Ik vond het zelf heel erg heerlijk. En ja, daarna ben ik naar de bus toe gegaan, omdat het al 4:15 was. En ik ook nog een paar boodschappen moet doen, omdat ik geen eten meer in huis heb. Dus dat is iets wat ik zo meteen nog even ga doen. En ja, dan zie ik jullie straks nog weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is me gisteren weer gebeurd. We kwamen thuis, we hebben van de boodschappen doen. We hebben eten gekookt, we hebben lekker gegeten. Maar ja, wel pas rond 7:30, omdat we laat boodschappen gingen doen. En tijdens het eten kijken we altijd Prison Break. En als we vrij zijn willen we een paar afleveringen achter elkaar kijken. En meestal eindigt dat dus net zoals gisteravond. Dat ik dan op een gegeven moment op de bank ga liggen en gewoon in slaap val. Gelukkig had ik al wel mijn pyjama aan en mijn make-up eraf gehaald. Maar ja, dat was dus een beetje minder. En ik heb de vlog dus ook niet af kunnen sluiten. Maar omdat ik gisteren ook niet zoveel heb kunnen laten zien... heb ik besloten om vandaag ook nog te vloggen, zodat mijn eerste vlog gelijk een complete weekendvlog wordt. Dus mocht je dit leuk vinden, geef dan vooral een duimpje omhoog en ik zie jullie straks weer. Zo, ik heb net lekker even een douche genomen. Daar was ik echt aan toe. Soms kun je dat zo hebben, dan voel je een beetje niet helemaal down, maar gewoon heel erg moe. En ik had een beetje last van spierpijn. Dus vond ik het wel lekker om even snel een douche te nemen, dat heb ik nu gedaan. En daarbij heb ik lekker gebruik gemaakt van een persic scrub van de Body Shop. En daarna heb ik me ingesmeerd met een heerlijke grapefruit body butter van de Body Shop. Dus ik ruik weer heerlijk fris. En dan is het nu tijd om lekker te gaan ontbijten. Want ik heb inmiddels al wel trek gekregen.
Ik ben benieuwd of mijn vriend de broodbakmachine al aan heeft gezet, zodat we morgen weer lekker vers brood hebben. Nou ja, vanmiddag al, maar dat we dat morgen meenemen naar het werk. En ja, dat is wat ik nu ga doen. En de rest van de dag moet ik nog even kijken. Ik heb ergens wel zin om lekker naar buiten te gaan, even het bos in, even te gaan wandelen. Want het is vast en zeker hartstikke mooi met die sneeuw. Maar ik moet even kijken of dat gaat lukken. Inmiddels middag. Ik heb lekker ontbeten. Ik heb nog een paar afleveringen van de Originals gekeken. En daarna ben ik nog even het huisje gaan schoonmaken hier. Of nou ja, eigenlijk alleen de keuken en de woonkamer. Maar dat is toch nog een heel gebeuren altijd. Vooral wanneer Audi in de kamer is. Zij is namelijk bang voor de stofzuiger. En zodra ik de stofzuiger alleen al pak, dan vliegt ze al onder de bank. Dan is ze niet meer te pakken te krijgen. Dus het enige wat je kunt gaan doen, is gewoon gaan beginnen met stofzuigen. En hopen dat zij niet de hele tent afbreekt. Nou, gelukkig ging dat helemaal goed. Zij is gewoon onder de bank blijven zitten. En inmiddels is zij verhuisd naar de keuken, waar ze lekker in het raam zit. Naar de vogeltjes zit te kijken die bij ons in de achtertuin komen. We hebben namelijk een vrij, ja, hoe zou ik het uitleggen, een vrij begroeide achtertuin. En we hangen altijd van die vetbolletjes en notenzakjes en echt voor alles en nog wat op voor de vogeltjes. Dus de hele dag door kunnen vogels kijken in de tuin. Ik zal eens kijken of ik het jullie ook kan laten zien. Zijn er wel weer een paar hier in de tuin. En het ziet er nu een beetje kaal uit, maar dat komt natuurlijk omdat het winter is. Maar ja, we hebben zoiets van, het is een huurhuis en over een paar jaar willen we toch een woning gaan kopen. Dus daarom doen we ook niet zo heel veel aan deze achtertuin. Het is meer een beetje bijhouden dat we in de zomer lekker buiten kunnen zitten. Maar het is niet zo dat we ja, echt alles opnieuw gaan indelen en alles. Dus vandaar dat we het maar zo rommelig een beetje laten. In ieder geval zit ik nu te wachten op mijn vriend. Die is even naar een van zijn vrienden toegegaan. Die heeft namelijk een nieuwe woning, dus mijn vriend is even gaan kijken. En daarna wil mijn vriend geloof ik nog naar zijn broer toe. Dus het wordt vandaag geen wandeling in het bos helaas. Want ik heb dan de auto nodig om daarheen te gaan. En ja, hij heeft de auto nodig om naar zijn broer en naar zijn vrienden te gaan. Dus dan gaat dat gewoon even voor. Dus ik denk dat ik er vandaag gewoon lekker een bankhangdagje van ga maken. Twijfel alleen nog. Ik denk dat ik eerst maar eventjes de konijnenhokken schoon ga maken voordat ik weer op de bank ga zitten. Want ik ken mezelf, als ik nu op de bank ga zitten, dan kom ik er waarschijnlijk ook niet snel meer vanaf. Dus ga ik eerst maar even de konijnenhokken schoonmaken, dan is dat ook gedaan. En daarna kan ik dan lekker gaan zitten niksen.